Vandaag gaan we training 16 herhalen. Belangrijk is dat je de buikspieren aanspant. Jos en ik zeggen dat heel vaak. Trek je navel in. Maar het is ook belangrijk dat je het echt doet. Als je gaat liggen, wat veel mensen doen, is de navel intrekken als ze opkomen en loslaten als ze teruggaan. Misschien merk je dat bij jezelf ook wel. Maar de bedoeling is dat je, als je opkomt, is die aangespannen, maar je gaat ook met een aangespannen buik terug. Dus je hebt continu je navel ingetrokken. Denk maar eens aan het feit dat je een te strakke broekriem aan hebt. Ja, dus die trek je aan en denk je, oh, die broek die zit strak. Maar die zit ook strak als je terugkomt. Dan kun je niet alles loslaten. Nee, hij is aangespannen, hij zit strak. Oh, hij zit nou nog strak. Continu die spanning. En als je mag rusten, dan mag je rusten. Je kunt hem ook nog een stukje zwaarder maken door één arm uit te strekken. En als je merkt van, oh, die buikspier, dat gaat me steeds makkelijker af, doe dat dan ook. Want als je met gewichten traint, pak je zware gewicht. Train je met tubes, pak je een zwaardere tube. Gaan de buikspieren makkelijker. Dan strek je één of twee armen uit. Let er dan mee op dat je arm achter je lichaam blijft. Dit heeft geen zin. Ja? Dus hou achter je lichaam en kom omhoog. Of één of twee uitgestrekt. Dus nogmaals, training 16 vandaag herhalen. Krijg je strakke buik. Succes!